Dag kijkers en welkom bij aflevering 12.633 van Kunststof Kitsch in het jaar 2094. Meneer Van den Berg, u heeft iets heel bijzonders meegenomen, hè? Ja, dat klopt. Ik heb dit bordje meegenomen. Ja, en waar heeft u dit vandaan, als ik vragen mag? Dit bordje heb ik gevonden op de zolder van mijn vader. Ach, ja. Nou ja, zeg. Ja, ik vind het prachtig. Ik kijk even naar de kenner. Jij ook, Gerard? Zeker, zeker. Dit is wat je noemt een straatnaambordje. Zo'n 100 jaar geleden had je nog straten met straatnamen. Oh, toen hadden mensen natuurlijk nog geen navigatiechip in hun hoofd geïmplanteerd. Nee, precies. Je wist dan gewoon een straatnaam. En die zocht je dan op met behulp van zo'n bordje. Dat hing dan vaak aan het begin van de straat. En dan wist je ook een huisnummer. En dan moest je één voor één al die nummers af. Oh. En aan de ene kant had je de even nummers. En aan de andere kant had je de oneven nummers. Dat is echt totaal onlogisch. Ja. En wie verzon nou die straatnamen? Dat deed de straatnamencommissie van de gemeente. Oh, en daar moest je dan maar mee doen? Ja, 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 ja. Dus het had toen heel goed gekund dat je bijvoorbeeld in de Eendenkotstraat woonde. Nee, werkelijk. Sterker nog, je had zelfs allemaal wijken met thema's. Hè? Zoals de computerbuurt met daarin de diskettenstraat of de toetsenbordweg. Ongelooflijk, zeg. Ongelooflijk, ja, ja, ja. Wat we natuurlijk allemaal heel graag willen weten is... Wat is zo'n straatnaambordje nou eigenlijk waard? Ik zou dit bordje, zeker gezien de uitstekende staat... willen waarderen op een bedrag van 3,4 triljard euro. Nou, 3,4 triljard euro, meneer Van den Berg. Daar kunt u aardig van op vakantie, hè? Ja, nou, ik doe het niet voor het geld. Nee. Nee, ik vind het een mooi bordje. En ik ga hem thuis aan de muur hangen. Nou, schitterend. Ja, geef het een mooi plekje. En dit was het weer. Kunst of Kitsch. Tot de volgende keer. Dag, hoor.